Ja, Toon, precies 10 jaar geleden gooide je pijltjes op het WK dart. En nu zit je hier in een rolstoel. Wat is er gebeurd? Ja, ik had een ontsteking in mijn voet. En die is zo erg geworden dat ze mijn voet moest amputeren. Ja. Wat een bizarre wending van het lot. Ja. Een paar weken geleden hoefde ik nog maar 1 wedstrijd te winnen om een WK te spelen. En nu zit ik hier zonder voet. Ja. Ja, je hebt suikerziekte, je had al een tijd last van je voet. Ja. Wat gebeurde er? Ja, ik kwam thuis en ik kon nog wel lopen, maar niet meer zo goed. Dus ik ben 1 keer naar de huisarts geweest, gevraagd wat ik eraan kon doen. En toen kreeg ik antibiotica zelf en ontstekingsremmers. Ja. Maar ik ben zo bang van de dokter. Dus ik ben daarna niet meer teruggegaan, maar het bleef gewoon hetzelfde. Het werd zelfs erger. En op den duur werd het zo erg, na de kerst kon ik het niet meer uithouden. Toen ben ik samen met mijn vriendin en met mijn tante naar de dokter gegaan. En die heeft me direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. En toen ik in het ziekenhuis kwam, het enige wat ik nog weet is dat ik op een bed werd neergelegd. En een mondkapje tot ik binnen 10 seconden onder narcose was. Dat is het enige wat ik nog weet. En het volgende moment? Ik werd wakker en toen stond heel mijn familie daar. Schoonfamilie. En was mijn voet weg. Ja. En wat gaat er dan door je heen als sportman? Op het moment denk je alleen maar, ik ben blij dat ik nog leef. Echt waar. En 10 minuten later dacht ik wel gelijk aan dat, hoor. Maar ik weet ook wel zeker, als dit dadelijk allemaal goed is, dan kom ik sterker uit dan dat ik erin ben gegaan. Ja. We zien jou gewoon weer terug in de dartwereld. 1000% zeker. Van de week kreeg ik allemaal van die Engelsen en van die Belgen, kreeg ik allemaal berichtjes. En dan is berichtjes ingesproken en zo, dus dat doet me wel goed. Dus ik vind het ook wel fijn om te kijken nu naar dat. Ze leven met je mee? Ja, zelfs Michael van Gerwen had me gebeld. Had me even gebeld en ook gezegd dat hij was geschrokken en zo. En dat hij ook wel met me meeleefde, dus dat vond ik wel mooi. Heb je hoop dat je daar over een aantal jaar toch weer zal staan? Ik wil het niet zeggen over precies een jaar, want dit traject is natuurlijk heel lang. Maar ik denk dat ik over 2 jaar misschien wel weer mee kan doen. Niet om de prijzen, zeg maar wel gewoon om een plekje te bemachtigen daar. We gaan jou terugzien op een WK. Dat weet ik zeker, ja.